Ik ben het niet. Ik heb mijn handen vrij. Ik ben het niet. Hey, welkom bij een nieuwe Vloggels. Mijn naam is Mara Stoffels. En in deze Vloggels neem ik jullie mee naar het Kinderboekenbal 2015. En ik heb er heel veel zin in. De uitnodiging is al binnen. Raar maar waar, kinderboekenbal. Raar maar waar is trouwens het thema van deze kinderboekenweek. En aan de achterkant kon je een foto opplakken en de naam opschrijven die jij vanavond wil hebben. En ik ben Wilhelmus etenschapper. Het is echt heel flauw, maar ik heb er heel erg veel lol om gehad. En dit is mijn pasfoto. Daar is iets heel erg fout gegaan. En Mandy is vanavond Petrus Ronald Professor. En die heb ik een tekening gegeven. En dat mannetje lijkt heel erg op mijn eigen vader. Maar ik hoop niet dat hij kijkt vandaag. En dit zat er ook bij de post. Ik heb geen idee wat de bedoeling hiervan is. Volgens mij moet je dit opzetten. Blijft ook gewoon staan. Welkom. Welkom bij een nieuwe Vloggels. En het thema is raar maar waar. Dus verkleed kan op allerlei manieren. Je kan op allerlei manieren verkleden. Maar ik heb er gewoon niet zo heel erg veel zin in om het te verkleden. Dus ik denk dat ik maar gewoon als mezelf ga. En misschien is dat raar genoeg. Misschien ook niet. Misschien ben ik heel normaal. Maar dat is dan juist misschien vanavond weer raar. Omdat iedereen raar verkleed is. Zoals elk jaar heeft ook Kinderen voor Kinderen een kinderboekenweek liedje. En dit jaar is het Raar maar Waar. En het is behoorlijk catchy. Dus dat gaat de rest van de week niet meer uit je hoofd. En bij de ingang hebben we deze armband gekregen. Die we ook trouwens bij Taylor Swift hadden. Die gaat zo meteen waarschijnlijk oplichten bij bepaalde stukjes. Maar ik moet zeggen dat het wel een beetje voelt alsof ik zo'n gedetineerde ben die in de gaten gehouden moet worden met zo'n enkelband. Zo van als je te ver gaat. Dan weten we het te vinden. Welkom op jullie eigen boekenbal, het kinderboekenbal. En dit jaar is het alweer voor de 61ste keer dat de Kinderboekenweek wordt georganiseerd. En dit jaar kon je onder andere door energie op te wekken zelf muziek maken. Of je kon met allerlei groenten en fruit geluiden produceren. Je moet er maar opkomen trouwens. En er was uiteraard heel veel boekenverkoop. Want wat is een kinderboekenweek zonder boeken? Hi. Dit is Marcel van Driel. Hi. En Marcel van Driel heeft superhelden.nl geschreven die ik nog steeds moet gaan lezen. Dat is trouwens wel... Zal ik dan even een deel sturen? Ja. Deel 1 dan. Ja, dat is handig dan, met deel 1 te beginnen. Ja, zeker. Maar je hebt het net een nieuwe, hè? Ja, dankjewel. Je bent wel weer anders begrepen. Ja, omdat jij, ja. Ja, het is ook echt een ander soort boek. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ook ben heel benieuwd naar, maar is die andere? Ja. En dat is het nadeel van schrijvers. Als je leest, dan schrijf je er zelf niet. En je eigen schrijven gaat altijd voor. Ja, lees je ook minder? Ik probeer een boek per week te lezen, maar dat lukt niet elke week. Dit is vanaf het kinderboekenbal. Hartstikke leuk. Het is ontzettend leuk. Het is jammer dat jullie hier niet zijn. Het is wel een hele spacende loper hoor, dames en heren. Zo met zo'n groen-wit ondergrondje. Maar het past wel weer bij het thema. Raar maar waar. En ik heb lippenstift op. Dat is ook raar maar waar. Ik beweerde altijd meer van de dreadlocks te zijn. Ik moet de andere kant op, men. Er staan hier in dat gebouw gewoon mensen te boksen. Het is echt heel raar. Het is al best wel laat. En dit is een glazen lift trouwens. Wat wel beter is dan een dichte lift, maar nog steeds niet één van mijn favorieten is. En het zit erop, Kinderboekenbal 2015. We gaan de Kinderboekenweek in. En ik ga een boek weggeven binnenkort. Dus blijf kijken op mijn social media, want deze week kan jij mijn nieuw boek winnen, omdat jij anders bent. Ja, dat is zo fijn aan zo'n bestickerde auto. Die kan je gewoon altijd weer terugvinden. Want ik denk dat er heel veel zwarte Volkswagens up zijn. Maar niet met Mara Stoffels erop. We staan hier bij het kruispunt. Het kruispunt in Rotterdam. Geen idee hoe het hier heet. Maar het is... We staan stil. Alle lichten doen het wel.
En er staan heel veel politieagenten te zwaaien en te brullen dat we niet... Ja, te toeteren. Ik ben het niet. Ik heb mijn handen vrij. Ik ben het niet. Iedereen wordt agressief. Dit is hoe Nederland is, hè, jongens. Mensen kunnen dan nooit gewoon even wachten. Die hebben altijd haast. Dan denk ik, ja, tien voor negen. Waar moet je heen? En worden boos. Worden agressief, worden boos, gaan op de toeter slaan, politie uitschelden. Er reed net al één auto gewoon door, de politieman ging er achteraan. Stop! Ik denk dat al die mensen die hier nu stilstaan, die hebben nu te horen gekregen dat de kinderboekenweek is begonnen. Dus die rijden nu richting de boekhandels om mijn nieuwe boek te kopen. En daarom worden ze ook zo agressief, want die beginnen te toeteren zo van ik moet dat boek hebben. Dat is wat het is. Er zijn zelfs hardlopers, jongens, die rennen hier voorbij. Echt met een tempo, niet normaal. Ja. Ik denk dat het boek is gewoon morgen landelijk uitverkocht. Wat denken jullie? Allemaal kopers. Allemaal lezers. En agressief. Want stel je voor dat het exemplaar er niet meer is. Dan kom je straks in de winkel. Dan zeg je, nou, ik zoek de nieuwe Mara Stoffels. En dan zegt ze, ja, maar dat zoeken we er wel meer. Is uitverkocht. Gaat die lekker? En dit is pas Rotterdam, hè? En het is gewoon de rest van Nederland is daar ook mee bezig. Moet je me wel recht houden, anders kan je me niet zien. Ja, we worden een beetje melig van de file, jongens. File, we staan vooraan. We staan wel vooraan. Ik heb nog nooit in de file vooraan gestaan. Dat is echt fantastisch. Het is intussen 21:15. Wij zijn lekker thuis en gaan ook lekker slapen. Want morgen gaat de wekker weer vroeg. En begint er weer een nieuwe dag vol schrijfavonturen. Die zie je uiteraard in de volgende vloggels. En dan is er nog iets met duimpjes, abonneren en delen en liken. Maar dat weten jullie allemaal wel. Dus ik zie jullie in de volgende vloggels. Mwah.